Deze webles geeft een overzicht van alles wat je rondom één onderwerp moet weten voor je centraal examen. Probeer het verhaal te volgen en noteer elke term, elke formule en elke toelichting waarvan jij niet meer aan jezelf kunt uitleggen wat het is. En fris na het kijken van deze webles de achterliggende theorie op. Zo ben je efficiënt bezig en train je jezelf voor het centraal examen. Het onderwerp van deze webles is medische beeldvorming. En omdat dit onderwerp vrij uitgebreid is, gaan we er twee afzonderlijke weblessen voor inruimen. In deze eerste webles gaan we kijken naar straling, het natuurkundige verhaal, en in de tweede webles gaan we die uitbreiden richting toepassingen en invloed op het menselijk lichaam. In het introductiefilmpje zie je een zogenaamd nevelvat, en het duurde even voordat de mensen konden verklaren wat ze hier zagen, maar die kleine spoortjes die getrokken worden in het nevelvat, die bleken afkomstig te zijn uit de kernen van losse atomen. Wat is namelijk het geval? Sommige atomen die zijn instabiel, sommige atoomkernen, en die kunnen vervallen. En dan, als dat gebeurt, dan noem je dat radioactief verval. En tijdens het vervallen zenden ze dan eh, zogenaamde ioniserende straling uit. Voordat we daar naar gaan kijken, eerst nog eventjes wat eh, algemeen. Hoe zat het ook weer met die atoomkern? Zo'n atoomkern daarin zijn een aantal protonen aanwezig. En het aantal protonen noem je het atoomnummer, en dat maakt uit welk elementje je voor je hebt. En daarnaast bevinden zich ook neutronen. En de optelling van die twee, protonen en neutronen, samen, die noem je het, um, relatief, de, de relatieve atoommassa. A. Dus uh, er geldt het verband: a is n plus z. Als je nu a weet van een bepaald atoom, dan kun je die vermenigvuldigen met uh, u, de atomaire massa-eenheid, en dan kun je uitrekenen vrij eenvoudig hoe zwaar dat specifieke atoom is, uitgedrukt in kilogrammen. Het kan best zijn dat je te maken hebt met twee elementen die allebei evenveel protonen uh, bezitten, maar een, een verschillend aantal neutronen. En als je daarmee te maken hebt, dan uh, heb je te maken met twee isotopen. Uh, er zijn heel veel isotopen in de natuur. Een aantal daarvan kun je terugvinden in BINAS in tabel 25. Het kan dus best zijn dat je in een opgave een isotoop tegenkomt die niet in BINAS staat. Dat wil dan niet betekenen dat het, dat specifieke isotoop niet bestaat, maar BINAS is gewoon niet uh, volledig daarin. Wanneer zo'n instabiele atoomkern vervalt, dan kan er een, uh, een van een aantal soorten straling vrijkomen. Een ioniserende straling noemen ze het ook wel. Dat zijn deeltjes of dat zijn elektromagnetische golven die genoeg energie in zich hebben om te botsen met een ander atoom en ervoor te zorgen dat dat atoom geïoniseerd raakt. Dus ioniserende straling is een term die je daar vaak voor hoort. De eerste waar we naar gaan kijken, de eerste soort ioniserende straling, zijn eigenlijk deeltjes. zijn eigenlijk heliumkernen zonder elektronen. Dus twee protonen en twee neutronen samen en die noem je ook wel een alfadeeltje. Met de 4 boven geef je aan dat het alfadeeltje bestaat uit vier protonen en neutronen samen. Dus die 4 slaat eigenlijk terug op de A in de formule. En de 2 geeft aan dat twee van die vier deeltjes dat dat protonen zijn. Je kunt ook zeggen dat de lading van een alfadeeltje plus 2 is. Alfadeeltjes is positief geladen. Tweede soort straling is de zogenaamde betastraling. straling Beta-straling zijn eigenlijk uh, snel bewegende elektronen, heel snel bewegende. Um, en een ele elektron heeft zo goed als geen massa. Dus daarom dat je bij een uh, beta-straling uh, voor het getalletje A 0 ziet staan. En een elektron heeft natuurlijk een uh, lading van min 1. Dus een beta-deeltje heeft als uh, afkorting 0 min 1. Maar er zijn ook beta-deeltjes met een positieve lading, zogenaamde positronen. En eh, die hebben dus eh, als eh, getalletje erbij horen 0 en plus 1. Goed lezen bij de vraag waar je mee te maken hebt. Het kan een van beide zijn als je te maken hebt met beta straling. Tot slot heb je ook nog gammastraling. Nou, gammastraling is gewoon elektromagnetische straling. En eh, dan hebben we dus eigenlijk te maken met licht. En licht heeft eh, geen massa en licht heeft ook geen lading. Dus bij gammastraling horen twee nulletjes te staan. Vergeet niet dat wanneer je te maken hebt met gammastraling, dat er natuurlijk ook uh, de algemeen geldende regels, uh, dat je die kunt toepassen, die gelden voor uh, elektromagnetische straling, namelijk dat zo'n gamma-foton uh, een bepaalde hoeveelheid energie heeft en die hangt af van zijn frequentie, en dat je iets kunt zeggen over het verband tussen frequentie en golflengte. Want gammastraling beweegt, plant zich voort met uh, de snelheid van het licht. Dan heb je nog één Bijzonder soort gammastraling, dat is namelijk de zogenaamde röntgenstraling. In tegenstelling tot de andere drie, straling alpha, beta en gammastraling, wordt röntgenstraling gemaakt door de mens in een uh, röntgenapparaat. En uh, het heeft gewoon de eigenschappen van gammastraling. Je kunt eigenlijk zeggen, het is eigenlijk gewoon een gammastraling. Maar door het röntgenstraling te noemen, geef je aan dat het door de mens gemaakt is. Van deze drie soorten stralingen gaan we kijken naar twee eigenschappen die ze hebben. En het eerste eigenschap noemen we het ioniserend vermogen. Dus hoeveel schade kan het uh, berokkenen? Hoe groot is de botsing wanneer zo'n deeltje ergens tegenaan botst? En daarna gaan we ook nog kijken naar het doordringend vermogen. Maar eerst even het ioniserend vermogen. Nou, van de drie soorten straling is alfa straling het zwaarst. Het zijn de grootste bolletjes. Dus op het moment dat alfa straling botst, uh, heb je ook het grootste. De grootste schade, dus het ioniserend vermogen van een alfa deeltje, is het grootst van deze drie soorten straling. Een beta deeltje is natuurlijk een elektron, die is veel lichter. Heeft ook nog wel een ioniserend vermogen, eh, want het beweegt heel snel, maar het is duidelijk minder dan een alfa deeltje. En eh, tot slot gamma straling. Het is geen materie, het zijn golven. Eh, ik heb er neergezet plus min, want gamma straling, je kunt niet zeggen dat het geen ioniserend vermogen heeft, want gamma straling heeft die zeker wel en gammastraling gaan we straks ook zien is dat daardoor ook gevaarlijk ook voor de mens maar het ioniserend uh, vermogen is duidelijk kleiner dan die bij alpha en beta dan het uh, doordringend vermogen omdat het alpha deeltje vrij groot is wordt het vrij eenvoudig afgeremd en zal het een klein doordringend vermogen hebben beta deeltjes zijn uh, al een stuk kleiner uh, die hebben al een iets groter doordringend vermogen vergeleken met alpha deeltjes maar de winnaar in deze categorie is duidelijk de gammastraling, want gammastraling gaat relatief makkelijk door materie heen. Je kunt zelfs zeggen, in theorie kun je gammastraling nooit helemaal tegenhouden. Er zal altijd een gedeelte overblijven. In het geval van alfa- en beterstraling spreken we ook nog eens van een dracht. En met een dracht wordt bedoeld de maximale diepte die zo'n deeltje een stof in kan schieten. Ga je dieper dan de dracht, dan zul je nul deeltjes vinden, zowel bij alfa als bij beta. En het, ik heb het al gezegd: de dracht van alpha-straling is, uh, is veel kleiner dan de dracht van beta-straling. Dracht hangt natuurlijk ook af van het soort materiaal waar de straling opvalt. Vervolgens gaan we eens kijken naar de vervalvergelijking. Uh, je moet een vervalvergelijking op kunnen stellen wanneer je te maken hebt met een uh, instabiel uh, deeltje, een instabiele atoomkern die vervalt. En eigenlijk is dat niet zo heel ingewikkeld. Ik pak er even een plaatje bij van een radon 222 isotoop. Die is instabiel en hij vervalt. En op het moment dat je weet wat voor soort straling eruit komt, in dit geval is dat alfa-straling, kun je ook heel makkelijk achterhalen welk element je dan overhoudt. Dus zogenaamde dochterkern je dan overhoudt. Want er moeten twee relatief makkelijke basisregels gelden. Zowel boven. Als onder moet gelden dat uh, alle getalletjes voor de pijl samen opgeteld even groot zijn als de getalletjes na de pijl. Kijk bijvoorbeeld even naar de getalletjes boven. Radon heeft een uh, relatieve atoommassa van 222. Dan zal rechts van de pijl in totaal ook 222 te vinden moeten zijn. En je ziet dat het klopt: polonium heeft de 218 en helium heeft een relatieve atoommassa van 4. Wanneer je dus nu één van deze drie. Deeltjes niet uh, zou weten, dan kun je die altijd mak makkelijk achterhalen door uh, de, de, de massa's en de atoomnummers boven en onder, dus gelijk te maken voor en na de streep. Hetzelfde kun je ook doen met een beta-deeltje, in dit geval is het een beta-min-deeltje, en dan zie je ook dat voor en na de streep uh, de getalletjes moeten kloppen. Een gamma-deeltje heb ik er niet bij gezet, want dat is een stuk flauwer, omdat een gamma-deeltje een massa 0 heeft en ook een lading 0. Zal het niet heel veel invloed hebben in het soort element dat je na de pijl gaat vinden. Die zal altijd hetzelfde zijn als het element voor de pijl. Bedenk wel dat een aantal, of eigenlijk een heel veel van de vervalvergelijkingen niet alleen maar alpha- of beta-straling vrijkomt, maar ook gammastraling. Moet je nu zo'n vervalvergelijking opschrijven? En heb je te maken met een situatie, een opgave waarin die gammastraling Heel erg van belang is, bijvoorbeeld bij een medische toepassing, dan ben je wel verplicht om ook die gammastraling aan te geven in je vervalvergelijking. Terwijl het er eigenlijk niet heel veel toe doet, het zal geen invloed hebben op de stoffen die, die, die je overhoudt, maar dan moet je het wel noemen, die gammastraling. In tabel 25 van Bina's kun je altijd zien bij elk isotoop, bij elk instabiel isotoop, wat voor soort straling of stralingen die uitzendt. Als je dan gaat kijken naar een hele hoop instabiele atoomkernen bij elkaar, dan kun je nog een andere grootheid erbij halen en dat is de grootheid activiteit. En de activiteit wil eigenlijk niets anders zeggen dan het aantal deeltjes, het aantal atoomkernen dat per seconde vervalt. Afkorting is a en de officiële eenheid die erbij hoort is de bekerel. En er is een heel um, eenvoudig verband eigenlijk tussen activiteiten en het aantal deeltjes, want de activiteit is niets anders. Dan um, de snelheid waarmee het aantal deeltjes aan het afnemen is. En dat afnemen, daar staat die min op. Je hebt natuurlijk altijd te maken met afnemen wanneer deeltjes vervallen. Wanneer je nu in een plaatje uitzet, het aantal deeltjes in de loop van de tijd, dan krijg je een exponentiële kromme. En je zult zien dat, dat na elke vaste tijdsperiode je precies de helft overhoudt van waar je mee begonnen bent. Nou, die, die tijd waarin dat gebeurt, dat noemt, uh, noemen ze de halveringstijd. En die komt ook terug in deze formule waarmee je kunt uitrekenen op elk gewenst tijdschip hoeveel deeltjes je over hebt. Dus N0 is het aantal deeltjes waarmee je begint. Vaak gebruiken ze in plaats van n0 gewoon 100%. En uh, N is dan het aantal deeltjes of het percentage waar je naar t-seconden uh, uh, die je overhoudt naar t seconde, zo moet ik het zeggen. En t half is hier dus die halveringstijd. Let erop dat je altijd dezelfde eenheid van de halveringstijd gebruikt als dat je die t invult. Dus je kunt best de tijd in uren nemen, zolang je ook maar de halveringstijd in uren invult. Als het aantal deeltjes afneemt in de loop van de tijd, dan hou je natuurlijk ook minder deeltjes over om te vervallen. En het is ook niet geheel onlogisch dat de activiteit hetzelfde verloop laat zien in de loop van de tijd. Ook dat de activiteit loopt exponentieel af en de mate van afname hangt ook weer sterk af van die halveringstijd. Kun je nu op een handige manier vanuit het aantal deeltjes bepalen hoe groot de activiteit is? Nou, dat kan, anders zou ik het natuurlijk niet noemen. En dat kan zelfs op twee manieren. Je kunt dat grafisch doen, of je kunt dat via een formule doen, via een berekening. En grafisch uh, ga je als volgt werken: je hebt dan dus een, een grafiek nodig, zoals hier rechts staat. Een aantal deeltjes tegen de tijdgrafiek. En wil je nu op een bepaald tijdstip weten hoe groot de activiteit is, dan trek je daar de raaklijn. Zoals ik hier eh, met deze gele lijn heb aangegeven. En eh, de min stijlheid van deze raaklijn. De, stijlheid is natuurlijk, eh, de raaklijn loopt altijd negatief. Dus als je de stijlheid berekent, dan is dat altijd een negatief getal. Van dat negatieve getal maak je dan vervolgens een positief getal, want de activiteit is altijd positief. Eh, dus daarom dat ik zeg min de stijlheid. Maar als je die stijlheid bepaalt, dan heb je eigenlijk dus ook de activiteit bepaald. Let daarbij op dat je dan de tijd op de x-as in seconden neemt, want anders krijg je niet de goede eenheid, krijg je niet de BKRL eruit. Er is ook nog een tweede uh, mogelijkheid, en dat is door gebruik te maken van de formule in de binas. En die formule ziet er als volgt uit. Uh, die zegt namelijk dat uh, de activiteit afhangt van het aantal deeltjes en van de halveringstijd van uh, dat element, volgens de formule uh, ln van 2 en ln is gewoon een knop op je rekenmachine, gedeeld door de halveringstijd maal het aantal deeltjes. En ook hier geldt als je de activiteit goed wil uitrekenen, dan moet je in deze formule de halveringstijd in secondes invullen.